Het personeel van het Staatsziekenfonds SZF heeft vanmorgen haar werk neergelegd. Daarbij heeft zij de hoek van de Prinsen- en Frederik Derbystraat gebarricadeerd om aandacht te vragen voor het verloop van de CAO-onderhandelingen. Ook is de bond het niet mee eens dat het interim managementteam van SZF de vakbond overslaat bij de communicatie met de medewerkers. Medewerker Tyron Botse, die we vandaag tijdens de actie spraken, zegt dat alles draait om lotsverbetering. Daarbij ziet het personeel graag dat de leiding van het bedrijf de juiste wegen bewandelt om het personeel te informeren. Recent heeft de leiding van het SZF middels een memo het personeel geïnformeerd over een op handen zijnde loonsverhoging. Deze handelswijze van de bedrijfstop wordt gezien als een methode om de medewerkers om te kopen. Er is wel in die memo, zie je dat men aangegeven heeft hoeveel procent en dat. Maar dat willen we niet, want jij moet ons dat niet komen zeggen. De bond moet ons dat komen zeggen. Zal jij doen, je slaat de bond over, bereken dat TII is en dat zijn compositie bij de medewerker, dat we luchten bond, dat we take UC. Wat is dat? Dat is gewoon, je probeert die mensen om te kopen. En dat willen we niet. We hebben een bond, we staan achter onze bondvoorzitter. Hij gaat voor ons dealen en als hij met goede resultaten komt, dan gaan we kijken hoe of wat als we het pikken of niet. Maar deze mannen doen dat niet. Ze komen met allerlei bochten. Die mij tjakong, dat van bij wijze van praten, die mij die want tien geloof. Dat is groen, die graba tien geloof. Maar tien geloof, afroeging, aan een soort schrijf in een next. De man is een kong, noemen in de voordeel. Dat hij doet niet dat, money no day. Er is geen geld. SZF is bij wijze van praten een rode cijfer. Toch? Ze kunnen dat. Ze hoeven ons niet de man af te doen op te roeren dat SZF die rode cijfers. Botse wijst erop dat de medewerkers van het SZF meerdere keren in actie zijn geweest. De directie heeft meerdere keren aangegeven dat zij geen loonsverhoging kunnen geven. Echter laat de situatie in het land het volgens Botse niet toe dat de mensen verder gaan met dezelfde salarissen. Hij zegt dat zelfs de bemiddelingsraad moest inkomen om de situatie tussen de leiding en de bond van SZF te verhelpen. Het advies van de bemiddelingsraad is echter volgens hem niet opgevolgd. Bemiddelingsraad giet mijn huiswerk. Dat is mijn economie en zijn memo. Zijn bemiddelingsraad schrijft wijzen. Maar we gaan hier niet weg zolang wij geen bevredigend antwoord hebben. En een onbevredigend antwoord toe. Want zie dat ding. We willen nu, liever vandaag dan morgen, willen we een oplossing. En ze kunnen ons niet vandaag, die we start, ja, zo dat papa zie, kunnen we geen uitdag van, kom laten we praten. Waarom had je het eerder niet gedaan? Ze zeiden onrust. Onrust zeiden ze. De praat die we dat deze koek doen, maar aan heel leuk. Want wat wordt trangen voorzitter, en we gaan bakken, want allemaal is dit die we nu. Rodney Oldenstam, voorzitter van de bond van SZF, die de nieuwsdienst telefonisch sprak, zegt dat er in conclaaf getreden zal worden met de medewerkers om te weten welke richting zij willen opgaan. Hij kan daarom niet aangeven of de acties morgen worden voortgezet.